Weber. Ik ga vandaag met jullie eens praten over mijn ervaring met het dampen. Ik denk dat het voor de meeste van jullie inmiddels wel een beetje een bekende hobby is. Ik zeg ook direct al, het is een hobby, want het gewone roken en het dampen, ik vind het niet met elkaar te vergelijken. Het roken was een noodzakelijkheid, het dampen, het is gewoon echt een leuke hobby om te hebben. Zoals gezegd, ik ga vandaag met jullie bespreken over hoe ik ben begonnen met dampen en wat mijn ervaringen hier een beetje mee zijn. Ik hoop dat er nog meer filmpjes gaan volgen en daarin ga ik ook wat verder in op alles wat erbij hoort en alles wat erbij zit. Ook welke merken wel of niet te gaan kopen, maar voor nu eerst even gewoon mijn ervaring en een review van de dingen die ik heb. Ik ben zelf een jaar of drie terug begonnen met dampen en toen ben ik begonnen met een setje van een goedkoop setje. Ik heb er denk een halfjaartje mee gedampt, maar ik vond het gewoon niet wat. Het was te eenvoudig, te goedkoop en dat merk je in alles ook gewoon weer. Bij dit setje staat ook een oplader. Die heb ik nog bewaard. Die is ook handig bij je ego-opladers. Hij is gewoon backwards compatible, zeg maar. En daarbij staat ook een Dieromizer, voor de meesten ook wel bekend. De simpele, vaak leuk gekleurde Dieromizers. Je kunt er niks mee, ze zijn weglep-Dieromizers. Nou, de naam zegt het al, je kunt hem beter gewoon weggooien. Toen ik klaar was met het setje van de Smoke for Fun, ben ik begonnen met ego-batterijen. Dit is de Ego King & Queen. Je hebt verschillende varianten ervan. Er zijn ook verschillende merken wel van. Ik ben overgegaan op aanraden van een kameraad om met Ego te gaan beginnen. Ik heb gekozen voor de 1100 mAh. Dit gewoon omdat de batterij wat langer meegaat. En er zit een leuke functie op, de pass-through functie. Dus je kunt hem opladen en je kunt hem gewoon doordampen. Ik moet zeggen, ik heb het heel erg weinig gebruikt, want ik heb direct een tweede batterij erbij gekocht, zodat ik er gewoon eentje kon opladen en eentje dampen. Bij de Ego-batterij ben ik ook Dieromizers bij gaan kopen van Vision. Dit is, als ik me niet vergis, de Vision V3. En het voordeel van deze is dat hij heeft verwisselbare coils. Het voordeel daarin is dat je maar één keer een Dieromizer hoeft te kopen, mits die kapot gaat. En je kunt gewoon een losse coil erbij kopen. Deze is met dual coils. Dat vond ik zelf iets prettiger, omdat je iets minder snel last hebt van een draaihit. Dat betekent dat je dus gewoon droge rook in je mond krijgt. En vaak een draaihit is ook gevolgd door een burnhit. En dat is dus gewoon dat hij verbrand is, de coil. Dit is de coil waar ik het over heb. Je ziet dat hij dus vier touwtjes heeft in plaats van de twee touwtjes. Wat dus inhoudt dat het dus een dual coil is. Ik moet zeggen, dit vond ik een redelijk setje. Ik kon hier ook een tijdje mee doordampen. Maar ik merkte dat met mijn manier van dampen. Ik ben een longhitter, wat inhoudt dat ik dus direct door gooi naar mijn longen toe. In plaats van een mond naar longhitter, zoals je vaak met een sigaret of een sigaar doet. En ik merkte dus gewoon dat deze coils het niet aankomen. Snel verbrand, snel draaihits erbij zitten. Het was even leuk, maar ik moest wat anders en wat beters hebben. Gelukkig heb ik dit ook kunnen vinden, want ik ben daarna overgegaan op een Kammer Evolt. Het voordeel van deze is weer dat hij heeft de coil niet bovenin zitten, hij heeft hem onderin zitten. Dus je hebt minder snel een draaihit, omdat de coil veel beter gevoed blijft met de e-tunes die erbij zit. Maar ik moet zeggen, hij is nog steeds niet echt super handig voor als je vol longhits gaat doen, want je krijgt nog snel een keer een verbrande coil erbij zitten. Hij tankt op zich wel vrij prettig. Ik heb ook gewoon een standaard 1100 mAh batterij. Deze was helaas niet in pass-through te krijgen, dus gewoon standaard 1100 mAh. En hij dampt ook wel redelijk. Zoals je ziet, hij dampt. Hier heb ik me een hele tijd om mee kunnen vermaken. Ik vond het een op zich vrij prettige damper om mee te dampen. Een fijne e-sigaret om mee te dampen. Maar nog steeds voelde ik voor mezelf dat het niet echt mij verzadigde. Het was fijn, het voldeed aan de behoefte, maar ik vond het nog niet prettig genoeg om ermee door te dampen. Dus ben ik verder gaan zoeken op internet, YouTube, Google, noem maar op. Overal gaan zoeken naar iets anders, iets beters, iets mooiers, iets in ieder geval prettiger dampen voor mezelf. Daarmee ben ik toen uitgekomen op de E-Leaf. E-Leaf is een merk modbatterijen, wat inhoudt dat je dus zelf je wattage kunt regelen. En sommige hebben een TDC-functie, wat ook nog weer inhoudt dat je dus zelf je temperatuur kunt regelen. Ik moet zeggen, ik vind het een erg prettige batterij.
snaak aan, er komt meer damp vanaf en de coils zijn een stuk beter, want het zijn ook de coils wel weer onderin, maar dit zijn verticale coils. De standaard kleermaatjes hebben horizontale coils erin zitten waar de katoen door de coil heen draait. Deze heeft een verticale coil met de katoen er rondomheen zitten, wat betekent dat het katoen beter verzadigd blijft en de coil eigenlijk nooit helemaal droog kan worden, waardoor je dus eigenlijk ook nooit een draaiheer kunt krijgen. Deze is 40 watt de batterij. Als ik hem op 40 watt damp, is het mij veel te warm. Met de coil die erin zit, is een 0,15 ohm nickel coil. Is 40 watt veel te veel. Dan moet ik zeggen, ik zet hem op temperature control. Dus de temperatuur zelf regelen. Dan is hij veel beter te dampen. Hij gooit hem wel meteen naar 40 watt toe. Maar vervolgens stelt hij hem terug naar de temperatuur die jij ingesteld hebt. Ik heb hem voor mijzelf ingesteld op een temperatuur van 450 Fahrenheit. Ik heb hem gewoon Amerikaans laten staan, want dit zie ik in alle YouTube reviews van Amerikanen weer terug. Dus was het voor mij makkelijker om het over te zetten. Er zit ook een gradenfunctie op, dus je kunt hem ook zelf instellen naar de graden die jij prettig vindt. 450 Fahrenheit is voor mij tot nu toe een fijne damp, een lekkere smaak. Een goede volle rook erin zitten en ik kan mij er prima mee redden. Dus al met al, hij is redelijk goedkoop te vinden, wel in Duitsland. Nederland is alles veel te duur. Ik bestel veel dingen in het buitenland. Dit scheelt gewoon enorm in de kosten, kan ik je ook zeker aanraden om te gaan doen. En hetzelfde doe ik ook met mijn heatusers. Ik koop geen kant-en-klare heatusers meer, maar ik koop tegenwoordig do-it-yourself pakketjes. Dit is een nicotine base, komt uit Polen, in een Wera shop. En dit is een VPG12, een 50-50 mengsel. Dus dat betekent 50% VG en 50% PG. Hierbij neem ik ook nog smaakstoffen. Momenteel rook ik glazed donut. Deze komen wel uit Nederland, is bij goedkooproken.net te vinden. Het zijn fijne smaakjes. Het is zelf even uitproberen hoe je het mengt. De een houdt van om het wat sterker te mengen, de andere om wat minder te mengen. Dus dit moet je helemaal naar smaak doen. Ik doe zelf ongeveer 1 ml op 10 ml basisvloeistof. Meng het samen in een potje. Laat ik het even een weekje staan ongeveer, zodat de smaak goed in kan mengen. Dat het gewoon ja, nog meer tot zijn recht komt. En dan gebruik ik het vervolgens. En dat is een beetje hoe ik tot nu toe aan het dampen ben. En ik moet zeggen, het bevalt mij aardig goed. Ik heb nog een nieuwe tank, een UL Crown, besteld. Dit is de tanks onder de tanks, wat ik tot nu toe verstaan heb. De GS tank, hij bevalt mij goed. De smaak is goed, de damp is goed. Maar ik wil zelf nog iets meer damp hebben. Ik wil nog iets meer die sensatie hebben van een big cloud, zoals ze het noemen. Daarvoor heb ik de UL Crown besteld. Hier zal ik in een van mijn volgende filmpjes ook wat dieper op ingaan. En dan zal ik ook wat dieper op ingaan op de dingen die ik tot nu toe dus geprobeerd heb en de dingen die ik tot nu toe dus in huis heb. Ik hoop dat jullie hier een beetje een leuk filmpje aan hebben gehad. Als jullie vragen hebben of als jullie nog wat meer willen weten over een specifiek iets, kun je in de comments hieronder zetten. En ik zal tijdig antwoorden.